Hoewel het hartje zomer is, traint de selectie van Heerenveen deze week op een regenachtig SKW. De voorbereiding zit erop en aanstaande zondag gaat dan eindelijk de competitie weer beginnen. Dit doet Heerenveen in een uitwedstrijd tegen AZ. AZ de laatste jaren een stabiele ploeg die vast in de subtop zit en zelfs af en toe bij de top 3 zich aansluit. Dus we zullen het daar een lastige wedstrijd krijgen. Maar ja, voor ons is het ook weer een uitdaging met een beetje een nieuwe ploeg om te kijken wat we daar kunnen. Ja, ik denk ook dat het een leuk potje wordt en ik denk dat wij daar 3 punten mee naar huis nemen. We zijn fit, we doen het goed. De laatste hebben we dan verloren tegen Real Sociedad. Maar ik denk dat we het goed doen. Iedereen is fit en iedereen wil werken voor elkaar. Ik denk dat dat wel goed is. Heerenveen kende een goede voorbereiding, waarin veel spelers minuten hebben gekregen. Een paar spelers tegen er bovenuit met een aantal minuten wat ze hebben mogen spelen. Pelle van Amersfoort is één van hen. Ik heb hard gewerkt en het ging goed. En ik denk dat ik daardoor veel speelminuten heb gekregen. En ja, die speelminuten gingen op zich wel goed. Het kan altijd beter, maar daar ben ik wel blij mee. En ga je in de basis starten? Weet je dat al? Nee, dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat we dat zaterdag horen. Maar de dag voor de wedstrijd, want er kan nog van alles gebeuren. Maar ik heb er wel een goed gevoel bij. Je moet er eigenlijk altijd van uitgaan. Dan blijf je altijd fit en scherp. En je moet je focussen naar de wedstrijd natuurlijk. Dus ik focus me wel op zondag. AZ speelt vanavond eerst nog een wedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen Panathinaikos uit Griekenland. Heerenveen kan zich echter al de hele week focussen op het duel tegen de Alkmaarders. De vraag is dan ook of de ploeg klaar is voor het echte werk. Ja, dat moet blijken, maar we hebben er in ieder geval veel zin in. Het heeft geen zin om nog 4-5 weken voorbereiding te doen. Op een gegeven moment wil je weer dat de competitie begint en we kijken ernaar uit. We willen graag druk vooruit, wij willen het initiatief hebben. En dat laten we zien door te stappen, iedereen gas te geven. En dat hebben we aan de voorbereiding laten zien. En ik denk dat dat ook onze manier van spelen is. Ja, AZ natuurlijk ook jouw oude club. Heb je daar ook nog speciale gevoelens bij? Nou, ik heb sowieso wel een goed gevoel bij AZ. Alleen nu speel ik voor Heerenveen en telt dat niet als je zondagmiddag gaat voetballen.